Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs, HAVO 4, komt dit jaar met een nieuw onderwijsmodel. Speciaal om de studenten die van het MULO zijn geslaagd, maar geen pakket hebben gehaald, te accommoderen. HAVO 4-directrice Urta Grootvam zegt dit aan onze redactie wanneer wij vandaag een bezoek brengen aan de middelbare scholen in verband met de kennismaking van leerlingen en docenten. We hebben 4 dagen inschrijvingen gehad. Eerst voor het basisjaar. We beginnen dit jaar ook met een 3-jarig HAVO hier op HAVO 4. Dat wil zeggen dat studenten die geen pakket hebben gehaald op de MULO-school, je weet tijdens die toelatingsexamen, die geen pakket hebben gehaald, die kunnen zich dus ook, die konden zich ook inschrijven bij ons. En zij komen dan terecht in een basisjaar. En dat hebben we de eerste 2 dagen gehad, hun inschrijving. En daarna hebben we dan inschrijvingen gehad van 2-jarige HAVO. Ze zijn vlot verlopen. Alleen hebben we nog een aantal studenten die nog geplaatst moeten worden. Dus af en toe zie je nog eentje komen die nog geplaatst moeten worden. Door die het herexamen nog. Hè? Dat vrijdag, als ik het goed heb, hebben ze vrijdag uitslag gehad. Dus het kan zijn dat je nog een paar studenten erbij krijgt, maar het overgrootste deel is wel geplaatst. Ondanks niet alle studenten nog de kans hebben gehad zich in te schrijven op een middelbare school, is het grootste deel vandaag geweest voor de kennismaking. Grootvam vindt het goed dat de fysieke lessen weer van start kunnen. De studenten zijn heel lang thuis geweest. We hebben gelukkig het vorig schooljaar kunnen afronden. Dus ik ben blij dat we nu eindelijk weer kunnen beginnen aan een nieuw schooljaar. Grootvam geeft verder aan dat de school haar climax heeft bereikt voor wat betreft de inschrijvingen. Er zijn zelfs nog een aantal grote klassen die moeten worden gesplitst. De middelbare scholen beginnen officieel op 1 november met het verzorgen van lessen.